ben Jorin Gari, ik ben 17 jaar. Ik speel bij Excelsior in de A1 op de rechtshalf. Ik ben op mijn 9e jaar begonnen bij De Mussen. Daar heb ik 5 jaar lang gespeeld. Daarna ben ik naar Overmaas gegaan. Heb ik daar 2 jaar in de B gespeeld. En toen had ik als tweede jaar B had ik e-mail gestuurd naar Excelsior. En toen was ik uitgenodigd voor een stage. En sinds vorig jaar speel ik bij Excelsior. Mijn kwaliteiten zijn sterk aan de bal, overzicht, kopsterk. Ja, dat waren ze. Mijn linkerbeen en mijn handelingssnelheid. Mijn voorbeeld is Kevin Watermeleo, omdat ik, ik heb hetzelfde daar een beetje als hem. Hetzelfde uiterlijk. Mijn beste truc is de schijntrap. I just wanna make you sway. De mooiste Excelsior herinnering is dat ze zijn gepromoveerd door de overwinning op Sparta. Als ik geen voetballer word, denk ik erover na om mijn sportopleiding af te maken. Dus sportleraar, voetbaltrainer. Mijn droom is om bij Excelsior 1 door te breken. Jurjen Gari is een jongen van december, dat is een typische laadbloeier ook, want wij zoeken ook altijd laadbloeiers. Jurjen heeft ze eigenlijk aangemeld door onze stalker via e-mailverkeer. En dat op een gegeven moment John van Tilburg het zo zat was, hij zegt Marco, ga die jongen nou maar eens uitnodigen. Nou, dat hebben we dus bij deze gedaan en hebben we tot op de dag vandaag absoluut geen spijt van. Hij ontwikkelt zich echt stormachtig, ook gezien zijn probleem van de maand december. Want de meeste kinderen van januari tot en met maart zijn tegenwoordig talentvol. En terwijl wij juist op zoek zijn naar de spelers die laat geboren zijn. En daar is Jurjen er één van. En ik hoop dat hij de ontwikkeling die hij op dit moment inzet, door gaat zetten. En, een fantastische balverpakker, goede teamspeler, juist over diepte. En ja, soms wel is wat rustiger aan de bal zal hij moeten zijn. Maar dat neemt niet weg dat hij van een club als Overmaas komt en het heel goed heeft gedaan.